Twan Heijmans, productmanager bij Agrifirm. We staan hier op het terrein van PPO, de dag voor de gras- en maïsmanifestatie Noord in Marrewijksoord. En jullie hebben hier een mooie proef aangelegd. Kun je daar wat over vertellen? Dat klopt. We hebben hier een 11-tal mengsels neergelegd. Die variëren van 100% weide naar 100% maai. En alles wat er tussenin ligt. Op dit bedrijf zijn nog nooit koeien geweest. En die zijn sinds gisterenmiddag hier. En die koeien, die laten we kijken van welke mengsels vinden de koeien nou het smakelijkste. Dus niet van wat is voor de dieren het beste, maar wat vinden de koeien nou het smakelijkst. Dan blijkt dat ze een voorkeur hebben voor Timothée. Dat wisten we al, dat is heel smakelijk. Maar we zien ook dat ze ook wel graag weiden in perceeltjes met wat klaver erin. En ook wat meer tetraploïde grassen. Tetraploïd, die geven in de regel een iets hogere opbrengst. Dus daarom zit die meer richting maaimengsels. Tetraploïden hebben een iets hoger suikergehalte, maar tetraploïden hebben ook een beetje een opere zoden. Dus vandaar dat boeren zeggen, ik wil eigenlijk geen tetraploïden in mengsels met veel, waar ik veel op doe weiden. Koeien vinden suiker smakelijk en de koeien laten dit ook gewoon zien hierachter. Ze hebben gewoon meer gehapt in de percelen met meer tetraploïden. Eigenlijk is het hetzelfde als wij iets gaan doen, hè, wat we lekker vinden, dan zijn we heel gauw geneigd om ergens te veel van te eten of van te drinken. En dat is goed voor een halve dag, maar dan hou je dat niet vol. Je wil dat zeg maar, als je een week wil volhouden, dan moet je toch denken van, heb ik wel een goede samenstelling in mijn aanbod aan eten of drinken. En dan is de les toch van, we moeten kiezen voor weidemengsels. Je kan best zeg maar de mengsels voeren met tetraploïd erin, vanwege die smaak ook en ook vanwege de opbrengst, maar dan heb je... Is het beter dat je er altijd nog een structuurbron of mais of een andere structuurbron nog extra bijvoert? Je ziet hier de witte klaver in een weidemengsel. We hebben gezien dat die grasklaver een veel hogere opbrengst geeft. Je ziet het ook hier uit het veld. Dit veldje is niet bemest met kunstmest. De andere veldjes eromheen allemaal wel. We worden af en toe bezocht door dassen. Die dassen zitten hier achter in het bos, in een burcht. En die komen af en toe hier ook een smaakproef uitvoeren. Ze zaten eigenlijk van de 11 perceeltjes in 2 perceel. Dat was in dit weidemengsel met klaver en een eindje verderop. Dan kun je het nog zien. Dat is pas nog geweest in het maaimengsel met klaver. Klaver geeft meer bodemleven. En ik denk dat die dassen eerlijk gezegd daar dan op zoek zijn.